Het Korps Penitentiaire Ambtenaren is op maandag 13 januari begonnen met de elementaire algemene opleiding EAO. 191 recruten vertrokken naar de Ayoko-kazerne, meer bekend als Bosbivak, waar de groep de introductieveldtraining zal ondergaan. De recruten zijn voor hun vertrek door diverse functionarissen van het ministerie van Justitie en Politie toegesproken. De beleidsadviseur op JUSPOL, Georgetine Acton, zei dat de recruten vooral moeten werken aan hun zelfdiscipline. Gedetineerden zijn mensen zoals u en ik. En samen moeten we ervoor zorgen dat deze mensen terugkomen in de maatschappij, zei Acton. De coördinator van de opleiding, Surinder Dat Basdeo, zegt dat meer dan 700 personen hadden gesolliciteerd. Na de screening, de medische keuring, de sporttest en de psychologische test zijn er uiteindelijk 191 overgebleven voor de EAO. Basdeo geeft aan dat naast deze nieuwe groep recruten nog 300 manschappen nodig zijn om het tekort in de strafinrichting op te vangen.